Kim, ik heb jullie passie, strijd en inzet gezien. Ik heb 3 goals gezien en geen tegengoals. Mis ik dan iets nog? Nee. Hoe vervelend is het als je het veld opkomt? Je staat tegen een team dat niet wil voetballen. Nou ja, dan moet je zorgen dat jij als enige team bent die wil voetballen. En dat heeft geresulteerd in een 3-0, denk ik. Hoe lastig is het dan die eerste helft? Jullie blijven maar lopen, blijven op die muur bonken. Valt dan geen goal, wel wat opstootjes hier en daar. Het laatste kwartiertje wordt het in ieder geval qua actie nog een beetje gezellig. Ga je gefrustreerd de kleedkamer in dan? Nee, we bleven vrij rustig. En nog een paar puntjes op de i gezet in de rust. En gewoon was gewoon wachten tot de 1-0 zou vallen. Dan wordt het net vis, hè? Als je eerst de vis gevangen hebt, dan volgen er meer. Dan volgen er meer, ja. Had je het verwacht, PSV op deze manier, dit strijdplan, kleedkamer, of tenminste het veld op zou komen überhaupt? Nee, had ik niet verwacht. Waarom niet? Nou ja, je komt hier natuurlijk als koploper naartoe en dan verwacht je wel iets meer dan dit. Is laf een goed woord daarvoor? Denk het wel. Denk je dat ze het gaan veranderen ook? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, ja, kan ik niks over zeggen omdat ik het niet weet. Dat is een goed punt. Ik weet het ook niet, dus we weten het allebei niet. Ik zit even te kijken naar die ranglijst. Jullie konden vandaag op 13 punten. Zat jij in het kamp dat je zei van nou 13 punten, dan kunnen we het kampioenschap vergeten? Dat was iedereen, denk ik. Er waren geen kampen. Iedereen zat in dezelfde kamp. Maar 7 punten? Alles is weer mogelijk, zou je zeggen. Alles is weer mogelijk. En, natuurlijk, er zijn veel punten, maar het is te doen in plaats van 13 punten. Voor de wedstrijd zei Edwin van der Sar, zei het ook al, 13 punten achter is absoluut onacceptabel. Denk je dat jullie vandaag ook een beetje de baan van jullie trainer gered hebben? Ja, ik bedoel, we zijn al heel lang ergens mee bezig. En natuurlijk hebben wij onnodig punten laten liggen, maar dat is niet alleen aan de trainer. Daar. Als je de directeur dat soort uitspraken vooraf, dan hangt het zwaard van Damocles wel een beetje in de lucht. Ja, maar die uitspraken hebben wij niet voor de wedstrijd gehoord. Dus wij wisten nergens van die uitspraak. Dus het enige waar wij ons op focussen was deze wedstrijd. En die hebben wij met 3-0 gewonnen. Dus, ja. Wie zou blijven spelen? Deze manier, hetzelfde vorige week tegen Twente. In ieder geval qua opstelling, qua spelidee. Twee dezelfde wedstrijden vanuit jullie kant. Vind je het prima zo? Ik vind het prima. En, het is vorige week ging het ook wel redelijk. Alleen ja, dan maak je het zelf zuur. Door zo makkelijk goals tegen te krijgen. En daar hebben we van geleerd. En vandaag hebben we geleerd dat we geen tegengoals hebben gekregen. Dus, ja. Was jij het meest zure vorige week van iedereen? Dat idee had ik namelijk. Ja, natuurlijk. We baalden allemaal. Niet alleen ik. Maar ik denk dat we met z'n allen ervan geleerd hebben. Is hij nu weg, die zure nasmaak? Nee, nog 7 punten. Dus hij is nog niet weg. Oké, nou dan even je best doen, hè? Dat is ons plan. Yeah.